Hallo mensen en welkom bij een nieuwe video van GTA Online. Nu gaan we survival doen. We moeten heel veel waves halen en we gaan proberen tot 10 waves te halen. Ik zal een duimpje op deze video zetten en ik hoop dat we kunnen winnen. Nu zijn we begonnen. De enemies komen eraan en wij moeten ze doorschieten. En je moet er heel veel schieten. Oké, ik was bijna dood, maar nu niet meer. Ja, het is soms heel moeilijk als je alles wil afschieten, maar je wilt het zo mogelijk zo perfect doen. Hè. En als je dood bent, ja, dan moet de ene andere de andere helemaal alleen doen. Dat was dus wave 1. Ik heb 12 kills en die andere heeft 4. Dat is ook niet veel. Ik ga dingen pakken, zo'n heel goede beschermer. Dan ben ik goed beschermd. Wave 2 begint. Ai, ai, ai. Oh nee, shit, die gaan schieten op mij en ik heb niet veel leven. Allee jongen, schiet dus ook een paar dood. Wat was dat? En een paar af hè. En nog eens 1 seconde, geen 1 seconde tijd. Ik laat niks bij niemand aankomen. Ik ben gewoon een machine gun geweer. Een robot. Wave 2, dat is al goed. We beginnen goed te komen. Ik heb al 14 kills en een ander heeft maar 1. Jezus, wat doet die allemaal? Ik vraag hem eigenlijk eens af wat hij doet. Niks. Mij het werk laten geven. Ik moest schieten, hij niet. Wat gaat hij doen als ik dood ben? Dat wil ik wel eens weten. Ik ga die daar schieten al. Ja, ik heb ze. Kom aan. Die anderen die willen soms zich verstoppen. Achter hem. Oké, waar zit er nog een? Indian. Bij die bus. Belasten. Alleen een keer raak. Het is raak. Nog een auto, zeg. Allee, we hebben al wave 3 gewonnen, mensen. Dat is goed, hè. Heel zelfs goed. Amai, ik heb nu 10 kills, hij 14. Ja, nu ben ik ranking up. Nu ben ik level 104. Dus dat is goed. Ik ga nog zo maar geneesmiddel pakken. Ja, dat is mijn geld dat ik erop staan heb. En ik ben nu level 104 en ik moet 100,
120 zijn voor de minigun, dus daar ben ik heel goed aan het sparen voor. Daarom heb ik ook $500.000. Shit, ik ben dood! Dus hopen dat de ene dat kan aankan. Wanneer hebben wij wel een mooie show, hoe hij het gaat doen? Ik heb echt een vraag hoe die dat doet. Schiet je. We hebben het niet gehaald tot maar wave 4. Ik wist dat dat niet zo goed kon, dus ja. Dus ja, nog een keer misschien. Allee, hier hè. Dus we gaan het nog eens doen, maar we gaan het op een andere locatie staan. Ja, wat een... Ja, het lijkt echt soms lang. Oké, ik ga mijn dinges bijvullen. Combat MG, ja, dat is goed. Dit is de map. Dus, ja, we gaan veel moeten schieten, hè. Maar nee, je moet er geen bijvragen. Oh, nu zijn we met z'n drieën. Dat is dat. Oh, nu zijn we met z'n vier, dat is toch beter. Als er een dood is, dan heeft de andere nog de kans om te schieten. Niet dat er een dood begint te vallen en dan is die een ander ook dood en dan is het spel gedaan. Amai, dat zijn echt plofkoeken die daar... Slappe kerels die ik in mijn team heb hoor. Plofkoek. Plofkoek. Allee, we gaan opnieuw beginnen. Oké, ik ga een mooi plekje zoeken. En ik weet al waar. Ik ga bij die kranen staan, daar dacht ik ook al staan. Of waar kan ik hier nog staan? Kan ik hier naar boven? Ik ben nu maar rondjes op lopen. Oh, vergeet die plek. Ik ga schieten. Maar ik schiet heel hard in zijn benen. Is die nog niet dood? Is die nog niet dood, amai. Ik dacht na 500 kogels dat die nog niet dood was. Ik ga hier bovenop staan. Als er een auto moest komen of zoiets. Dan is er toch altijd iemand die hem tegen kan houden. Nee. Nee, ik wil niet naar beneden. Ik wil niet naar beneden. Ik stop op een verkeerde plek. Dan begin ik ook te snappen en ik val nu naar beneden. Oh, wave 1 gedaan. Oké, we gaan met ronde 3 beginnen. Met wave 2. Dus dat zal altijd wat tussen seconden bij zijn omdat je je leven moet pakken en zo. Ik ga toch iemand bovenop staan. Je weet maar nooit als er een auto komt of een helikopter. Dat kan er allemaal bij. Bazooka!
Bazooka! Boom! Boom! Oha, ik val platter naar beneden, ik. Oké, dat waren al drie. Wat zitten er hier nog? Die komen allemaal hier onverwachts, hè? Die komen allemaal onverwachts. En ik begin maar in mijn eentje de battelen. Voilà, zeg. Trek en knife. Dat was makkelijk. Oké, gaan we beginnen. Dan kunnen we geen enkele seconde verspillen. Ik zal eens met een hele grote musket spelen. Eens kijken hoe we daarmee kunnen vechten. Maar normaal kan het zijn dat we... Dat zal wel lukken. Maar het is gewoon wat traagje reloaden. Oké, het lukt niet. Oh, shit. Ja, musket is nooit de goede oplossing, hè, mensen. Het heeft alleen maar één kogel en dat is die... Oei, oei. Wat staat die in people daar dan doen? Normaal is dat makkelijk, want normaal kunnen ze u... Normaal kunnen we direct winnen. Maar die ene gaat daar staan. Een teammate, dood. Jeus. Kan ik niet wat rapper spelen? Ja. Ik denk als ze met 5 man op hem komen dat hij dood is. Weer, dan gaan ze hem doden. Nee, niet in die bakske. Vecht terug. Ja, echt vecht terug, man. Kun je dat toch tegen een stoot op? Oei oei. Oei oei. Ah, wave 3. En als je wint, dan heb je een extra, dan kun je een extra leven hebben. Omdat je dan er naar dood bent gegaan. En ja, zo. Ik ga op de neus staan voor, oha, wat een stomme trap is dat. Wat een stomme trap. Ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten en tot de volgende keer. Bye bye.